Ik ben de barbier van Melle in de Kerkstraat. En ik ben officieel in toerisme Oost-Vlaanderen en Amsterdam. En ik kom dus vorig jaar 2000 Amerikaan. En van de jaarzakken 3000 zijn. Die komen naar de zaak kijken. Hè. Omdat een barbierzaak in Amerika niet bestaat. Dus kapsalon en café bestaat daar niet. Daarmee komen ze naar hier. Hè. Ik ken een jukebox van 74 hier. En daar staan ze op te dansen, de Amerikanen. Ik heb dus Amerikaans muziek van Frank Sinatra en al. Ik heb Italiaans muziek, ik heb Duits muziek. Voor de groepen die komen. En die staan hier te dansen dan. Het is morgens om 10 uur. Gebeurt dat hier met mij. Voilà. Ik ben ermee geboren. Mijn vader en mijn moeder hebben een kapsalon in Wetteren. En ik ben in 22 december 87 gestart hier in Melle. Eerst als kapper en dan hier nu 16 jaar als barbier met café. Dus nu ben ik 30 jaar bezig. Concurrentie is een slecht woord. Het zijn collega's. Achtertoeksken, Veronique. Hier, 2, 3, Fatima, Luc, die daar juist gezien. En dan recht over het gemeentehuis. Dus nu zijn we mee 7. Enfin, we zijn hier een keer geweest voor een reportage. En dat was wel de moeite. En dat was iemand die kaal was. En die had 3, 4 pruiken. En, maar dat waren pruiken van dan van 1500 euro. En ik ging op reis. En ik moest dat wassen en al. Moest dat drogen. Je stook dat in een doosje. En ging ermee op reis. En nu kwam hij weer. Maar die pruik, dat was tot hier lang. En van achter. Dus ik moest dat knippen. En wat grote. De dag nadien was hij er weer. Dus hij had die pruik zelf opgezet. Maar hij had ze verkeerd opgezet. En ik had ze verkeerd gesneden. En daarmee was die pruik van 1500 euro om zeep. Dat is iets dat mij bijblijft.